Welkom allemaal. Jullie kijken en luisteren naar een Alleskunde-podcast over hoofdstuk 4, het mondiale klimaatvraagstuk. Dit is van de methode Wereldwijs en dit is schoolexamenstof. Dat moet je weten, het is niet voor het examen, maar wel voor de tentamens. Dit is paragraaf 5, hoe anders wordt ons wereldklimaat? Het zijn lastige vragen, waar iedereen antwoord op wil krijgen. En er zijn heel veel mensen mee bezig. Het IPCC is een groot instituut waar daarmee bezig is. En die gaan kijken naar de toename van stralingsbalans. Die gaan kijken naar smelten, naar neerslag, opwarming van de oceaan. En dat proberen ze allemaal te verklaren. En tot slot proberen ze een conclusie te concluderen wat het met het klimaat gaat doen. En dat is nu niet zo makkelijk. Goed, het IPCC, dus Intergovernmentaal Panel on Climate Change. Die hebben een mooie taak. Want de taak is klimaatproblemen en de natuurlijke gevolgen van een wetenschappelijke basis te geven. Dus niet alleen kijken van wat wordt er geroepen, maar is het ook waar volgens de theorie, volgens onderzoek. En als dat niet is, dan moet er onderzoek komen. Ze bestaan uit één werkgroep. En die werkgroep verzamelt alles aan wetenschappelijke kennis over het klimaat. Het verleden, de toekomst, het heden. En die gaan universiteiten langs, die gaan musea bij langs. Die gaan alles verzamelen van hoe was het klimaat, hoe is het nu en wat zijn de voorspellingen voor de toekomst. Dan heb je een tweede werkgroep die inventariseert mogelijke maatschappelijke gevolgen. Dus wat betekent bijvoorbeeld klimaatverandering voor Nederland? Wat betekent dat voor lage gebieden, voor hooggebieden, voor sneeuwgebieden, voor woestijnen, voor gebieden waar het droogte is. Die gaan dat wereldwijd proberen dat te verzamelen. Tot slot heb je een derde werkgroep en die houdt zich bezig met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Dus gaan ze kijken, oké, waardoor komt het? Waarschijnlijk broeikasgassen. Komt het door uitstoot van de mens? Kunnen we daar wat aan doen? En wie gaan zich daarop inzetten? En er zijn internationale afspraken over de werking en de bevoegdheden van de IPCC. En ze moeten zelf geen onderzoek doen, mogen ze niet. Maar dat wat wereldwijd wordt verzameld, mogen ze gebruiken. Ze mogen alleen maar publicaties gebruiken die door collega-wetenschappers dus ook getoetst zijn. Dan heb je het dus echt over experts die experts toetsen. En daar mag bij zijn dat het niks met politiek te maken mag zijn. En elk compleet IPCC-rapport moet door de regering van landen zonder verandering worden geaccepteerd. Dus als in het IPCC-rapport staat, klimaatverandering wordt veroorzaakt door hoeveelheid rund op aarde of door uitstoot van auto's, en dat is in zoveel landen zoveel, door jullie industrie, dan mag je dat niet veranderen. Dat staat vast. Dus eigenlijk een onafhankelijk panel. Nou, de structuur moet je maar een keer bekijken nog. Neem dat even in je op. Ik wou er niet te lang over doorgaan. Hier zie je de werkgroepen en je ziet de experts en de kritiekgevers al. En je ziet ook het logo, dat lijkt wel een beetje op UNICEF. Het is ook wereldwijd. En dus het heeft er ook allemaal banden mee. Dus dat is logisch dat het een beetje op lijkt. Waar IPCC voornamelijk op hamert is waarschijnlijkheidsindicatie. Als je verschillende publicaties gaat bekijken en dan kom je uit op 90% of hoger, dan is het zeer waarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk, of nagenoeg zeker, dat het een komt door het ander. Maar er zijn ook publicaties waar onwaarschijnlijk of zeer onwaarschijnlijk uitkomt. En dat betekent dat het gewoon niet waar is. En hebben we het over een solide wetenschappelijke basis. En dat wat wij ook gaan vragen voor PWS. Hey, je hebt een bron gevonden. Kijken of andere bron hetzelfde zegt. Nou ja, dat is eigenlijk wat het IPCC ook gewoon constant doet. Stralingsenergie. Ook wel de hockeystick genoemd. Want je ziet het in één keer omhoog gaan. Hè? Nou, met hoge waarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat de extra CO2-uitstoot leidt tot klimaatsverandering. Deze hockeystick. Het is niet 100% zeker dat het komt door CO2. Er is dus niet een onomstotelijk bewijs. Maar er is zoveel bewijs dat het wel komt dat je hoogstwaarschijnlijk ervan uit kan. Maar er
kan nog steeds dat het er niet door komt, omdat het niet voor 100% dicht is. Dat moet je weten. En waarschijnlijke stijging, als we uitgaan van wetenschappelijke artikelen, is dus de 1,1 en de 6,4 graden Celsius. Dat is nogal wat. Dat is in Nederland in één keer het klimaat van Zuid-Frankrijk. Nou, dat betekent dat er nogal een en ander gaat veranderen. Extra warmte door de mens, als we dat gaan meten. Mens heeft activiteiten, zorgt voor CO2, methaan, lachgas, waterdamp, nou, dus extra stofdeeltjes. Dan zie je dat de mens ook van invloed is, zeker met 7 miljard, op ons klimaat. En voornamelijk CO2. Het gevolg, meer neerslag, minder ijs. We zien hier een hoge drukgebied en een lage drukgebied. En we kunnen al zeggen, het wordt warmer, het wordt kouder, het wordt natter, maar dat is lokaal heel lastig te voorspellen. In theorie is het heel makkelijk te doen, alleen in werkelijkheid kan het wel eens anders zijn. En daarom zijn die onderzoekers ook nooit eens. Want het betekent, als het warmer is, dan stijgt meer lucht, dan valt er ook meer neerslag. En je krijgt meer toevoeg van droge lucht elders. Dus ergens anders wordt het droger, omdat dat in verbinding staat met elkaar. Zo kun je als voorbeeld nemen India. Je ziet hier het Himalaya-gebergte links liggen. En je ziet een zomer en een winter. En je ziet dus eigenlijk de moezon. De moezon en de Passaat wordt krachtiger. Waarom? Omdat je als de ICTZ-lijn hier ligt, dan zie je dus dat het een lager drukgebied is. Daar stijgt de lucht, dan heb je regen. Maar hoe sneller dat stijgt, hoe meer krachtig is als het stijgt, des te sneller komt ook vanuit zee vochtige lucht aangetrokken. Dus dan krijg je het verschil tussen hoog en laag wat groter wordt. En dus warmer en meer aanvoer van vochtige lucht tijdens de natte moesson. Dus het gaat harder regenen tijdens de moesson. Andersom, een sterke stroom van droge lucht zorgt ervoor dat het nog droger blijft en dat het langer droger weer blijft, omdat dat eenmaal sterker is. Dus je krijgt niet gematigde uitslagen, maar steeds heviger. Dus het verschil tussen nat en droog wordt groter. Een voordeel, meer neerslag betekent ook meer sneeuw. En meer sneeuw betekent meer ijs voor de sneeuwkappen. Thumbs up. Maar aan de andere kant, dit wordt weer teniet gedaan omdat het warmer is. Er meer hogere temperaturen zijn, waardoor meer afkalving en meer afsmelting. Waardoor het weer teniet wordt gedaan. Dus je hebt positieve en negatieve. Nou, wat gebeurt er nou met onze zeespiegel? Want we kunnen lokaal gaan voorspellen. Als ijs op continent ligt en het smelt, komt het erbij. Dus het ijs smelt en de oceaanspiegel gaat stijgen. Er komt afvoer van grondwater, dus vanuit de rivieren, vanuit gletsjers wat smelt, komt allemaal bij. Uiteindelijk komt dat in zee. De zee gaat omhoog. Omdat het warm is, zet het water uit, komt het omhoog. Dus je ziet al wel dat het water, dat de zee relatief veel hoger komt te staan ten opzichte van het continent. En dan zijn wij als land waar eigenlijk alles onder de zeespiegel zit, zitten we dan wel een beetje in de problemen. Dus door zeespiegelstijging komen wij in de problemen. Dus door opwarming van het klimaat gaat de zee omhoog, komen wij in de problemen. Dan hebben we het over terugkoppelingen. Terugkoppelingen kunnen wel positieve terugkoppelingsmechanismen zijn, maar ook negatieve terugkoppelingsmechanismen. De een zorgt ervoor dat het kouder wordt en de ander zorgt dat het warmer wordt. Dat is wel fijn om te weten. Heb je bijvoorbeeld weerkaatsing van zonnestralen, dan wordt het kouder. Dat is een positief terugkoppelingsmechanisme. Als het kouder wordt, als het warmer wordt, dan gaat de pomp stoppen en dan ontstaat er misschien wel een ijstijd en dan wordt het kouder. Dus dat is een negatief. En zo zitten meer dingen met elkaar in verbinding. Neem methaan en koolstofdioxide. Doordat het warmer wordt, een negatief terugkoppelingsmechanisme, komt er meer methaan en koolstofdioxide in de atmosfeer, wordt het nog warmer. Omdat het warmer wordt,
heb je veel meer planten. En omdat je veel meer planten hebt, die nemen CO2 op, heb je minder CO2, waardoor het weer kouder wordt. Dus zo kan door het een wat warmer maakt, kan het ander ervoor zorgen dat het kouder wordt. En als negatief en positief in balans zit, dan blijft het klimaat ongeveer gelijk. Goed, nu hebben we deze leervragen, als het goed is, beantwoord. Mocht je het een en ander gemist hebben, spoel weer even terug, kijk het opnieuw en probeer ze echt te beantwoorden. Want dan heb je toch wel een groot gedeelte van het hoofdstuk straks helder. Meld je aan op mijn YouTube-kanaal, zodat je op de hoogte bent van alle andere podcasts die nog komen. Het examenmateriaal is al in kannen en kruiken en staat in de afspeellijst klaar. Dus ga dan naar mijn YouTube-kanaal. En dan wens ik je verder succes nog met het leren.